dit is het Fokkerorgel. En dat is het enige 31-toons orgel ter wereld. En dat heeft dus 31 tonen in het octaaf in plaats van 12. En dat kan je ook horen. Nou, dat zijn dus hele kleine stapjes en daardoor kan je hele bijzondere klanken maken. En te meer ook omdat het instrument helemaal computerbestuurbaar is. Het allereerste in Nederland. Dan komen de klanken uit die je echt nog nooit hebt gehoord. Ja, het is eigenlijk een orgel dat is gebaseerd op de middentoonstemming. En dat is al vanuit de Renaissance. En er kwam een moment dat mensen eigenlijk de stemming zoals we die nu kennen wilden introduceren. En Christian Huygens, een van de grootste wetenschappers in de Nederlandse geschiedenis, die was daar eigenlijk tegen. En die zocht naar een manier om de stemming zoals die was, de middentoonstemming, toch te behouden. En met 31 kleine stapjes wist hij dat te behouden, zodat je eigenlijk altijd zou kunnen, dat heet doormoduleren, naar andere toonsoorten gaan. En dat was daarvoor niet mogelijk. En met dit instrument nu wel. Wat Huygens niet wist eigenlijk, was dat het al was uitgevonden in 1555 door de Italiaanse componist Nicola Visentino in Rome. En die had ook een heel instrument laten bouwen. De Arcicembalo is nog te zien in Bologna. En dat was in die tijd, lag dat een beetje gevoelig, want dat was natuurlijk duivelse muziek. Dus hij is bijna op de brandstapel daarvoor beland. Ik geloof dat de paus hem nog gered heeft. Twaalf tonen, is dat zo normaal? Is het schilderen op canvas zo normaal? Nee, je kan ook met andere materialen aan de gang gaan. En dat is wat jonge componisten nu ook doen. Ze werken nu met 31 tonen of andere verdelingen van het octaaf. En dat is heel bijzonder. Ja, je hebt natuurlijk allerlei organisten die het heel erg bijzonder vinden om hierop te spelen. En ook naar te komen luisteren zelfs. Maar je ziet ook steeds meer andere artiesten uit andere disciplines. Zo heeft onlangs Bas Bron zich gemeld bij Stichting Huygens Fokker. Dat is dus de stichting die dit beheert, het orgel. En hij is van de jeugd van tegenwoordig. Eigenlijk degene die op de achtergrond onder andere veel muziek heeft gecomponeerd. En het zit eraan te komen dat hij volgend jaar ook met dit instrument iets gaat doen. En dat is heel erg leuk. En weet je nog de allereerste keer dat je op dit orgel speelde, hoe dat was? Oh, dat voelde met dit toetsenbord alsof ik een heel nieuwe instrument vanaf nul moest inleren. Want hoe moeilijk is het om dit orgel te beheersen? Op dit toetsenbord is met al die piepkleine toetsen, het is vrij uitdagend. Maar we hebben ook 12-toons toetsenborden die jij aan kan sluiten en dan makkelijker spelen als je minder microtonen nodig hebt. Wat vond u van het optreden? Ik vond sommige nummers geluid, andere nummers muziek. Nou, ik vond het een leuk concert, een soort sampler van al de verschillende soorten muziek je kunt doen op de Fokkerorgel. Er waren een paar stukken die ik heel mooi vond. Het laatste stuk en het stuk van 1559.
Maar ja, dat was net voor heel lelijk geluid geweest, dus dat is ook makkelijk. En Amsterdam is heel goed voor dat. Het is heel bekend over de wereld voor dat dingen gaat, interessante dingen gaat hier gebeuren in die vak.